De manier waarop Guido den Aantrekker in zijn tijdschrift Story en aan de desk van Show News verslag doet over de perikelen in de familie Hazes leidt tot steeds meer verzet. Hij heeft namelijk een zeer innige verstandhouding met Ragel Hazes, maar dat wordt niet altijd benoemd. Onhandig vinden de mannen van de podcast nare jongens. Journalist Bas-Paternotte vindt dat Guido veel te partijdig verslag doet van de huidige erfeniskwestie, zegt hij in de podcast. Wat me opvalt aan Guido is dat hij. Ik vind het toch onprettig. Het moet ook onprettig zijn voor hem. Ik heb toch een beetje van: zit je er niet te dicht op? Ben je niet te veel betrokken bij deze vrouw? Zijn co-host Jan Dijkgraaf, columnist en biograaf van de Mailandjes, wijst erop dat Guido klaagt over het feit dat concurrent privé, Flarde, van André Haze's testament heeft gepubliceerd. Maar als zo'n omstreden testament van een andere ster op zijn bureau zou liggen, dan zou hij niet weten hoe groot hij het in zijn blad moest brengen. Zelfs in de erfeniskwestie blijft Guido Paul achter Ragel staan. Dubieus, vindt Jan, dan komt Guido met de meest belachelijke rechtvaardiging voor haar eventuele vermeende gedrag die er is, en dat is: ja, je hebt naast de letter van de wet, heb je ook nog de geest van de wet. Hij vervolgt, daarmee zegt hij eigenlijk: die clausule was er inderdaad en er liep een echtscheidingsprocedure, maar ze waren nog wel samen, want ze hadden zo vaak ruzie en dan was ze even weg, maar ze waren het laatste jaar heel gelukkig en ze heeft heel veel voor hem betekend het laatste jaar. Ja, F-sterretje CK-IT, er liep een echtscheidingsprocedure. Jan vertrouwt Rachel voor geen meter. Het is natuurlijk bespottelijk om op het moment dat iemand dood is, en daarom vertrouw ik Rachel Hazes voor geen centimeter te zeggen: Oh, beste mensen, ik ga de echtscheidingsprocedure van een dode intrekken. Ja. What the f-sterretje ck. Dat betekent maar één ding. Hij vervolgt: Dat betekent dat je weet wat de gevolgen zijn van die echtscheidingsprocedure, namelijk dat de honingpot aan je voorbij gaat. En die honingpot gaat niet naar de staat of zo. Nee, die gaat naar je eigen bloedjes van kinderen. Dus elke euro die zij heeft gepakt uit de nalatenschap van André Hazes, heeft ze eigenlijk gestolen van der kinderen. Het is opvallend dat Guido dat verdedigt, vindt Jan: Je bent toch wel heel laag als je van je kinderen gaat jatten. Bas, ik zou iets meer afstand houden als ik Guido was. Jan, ja, dat is niet gelukt. Bas of hij moet gewoon zeggen als het over dit onderwerp gaat bij SBS6 zet dan maar onder mijn naam de woordvoerder van Ragel Hazes. Dan vind ik het prima. Ga dan voluit en zeg dan van in dit geval ben ik woordvoerder van Rachel Hazes. Dan snap ik het beter. Dan heb ik er geen onprettig gevoel bij. Jan, dan hoef je ook niet te doen alsof je journalist bent en of je objectief bent.